Ondertussen meldt de stadionspeaker dat er ook bij deze wedstrijd 1 minuut niet gevoetbald wordt na het beginsignaal van Hichter. Racisme, dan voetballen we niet. Het motto van deze actie, het statement dat gemaakt wordt en dat nu dus wordt ingezet. Ziyech, maar er ligt nu wel wat ruimte daar achter die verdediging. Labiat, Promes en Tadic kiezen positie. Tadic krijgt nog een presenteerblaadje en dan zit hij er nog niet in. Blas Wiegert. Dat is Cibora, die doet wat hij graag doet, aanvallen. Uit de tweede lijn is een geweldige uithaal van Jakubiak. De vervanger van Mauro Junior dicht bij de openingsgoal in deze wedstrijd. Die bal zeilt richting de bovenhoek, maar draait net weg. Goede voorbereidende werk van Cibora. Mislukte paas van Prupper, pakt aardig uit. Dos Santos. Breukers. Door de benen van Taliafico. Breukers, overzicht bewaren, dat doet hij. Jakubiak. En recht in de handen van Onana, die er toch nog wel wat problemen mee heeft. Maar... gedaan door Merkel. Was er in dat duel te knokken met Mazraoui. Veel levert het daarna Heracles niet op. De lange bal van Blind is echt een pracht van een paas. Hier is Promes. Zie je frivoliteit van Promes. Lijkt nog niet helemaal op zijn plaats bij een 0-0 stand. Hier is Ziyech. Ach, wat een knal. Schitterende uithaal van de vormgever van Ajax. Het is de nasleep eigenlijk van een fraaie paas van Deli Blind. De redding van Blaswieg mag het trouwens ook zijn. Hier is de kans voor Quincy Promes. Van der Beek, Ziyech, korte combinatie. Nog een korte combinatie. Zo gaat het lopen bij Ajax. Is Taliafico de man die in al het getik vrij wordt gespeeld. Terugleggen naar Van der Beek. Waar gaat dit toe leiden, deze aanval? Dat is nog altijd de vraag. Ziyech legt hem weer neer. Ja, dit is toch zo vaak gebeurd al dit seizoen. Ziyech naar Promes. En weer is het doeltreffend. 26e minuut. Ajax komt op voorsprong tegen Heracles. En weer is het Quincy Promes die zijn 9e van de competitie maakt. Het is bijna een kopie van de goal op Stamford Bridge. De beweging achter de verdediging neergelegd door Ziyech. Ja, wel heel kort op die keeper. Je ziet ook aan de reactie van Prupper dat die doelman eigenlijk wel verwacht. Maar Blaswieg blijft echt op zijn lijn staan. Anders Promes er als de kippen bij. Deze wedstrijd door Ten Hag dus niet gebruikt om het centrum voor komende woensdag te testen. Hier is Ziyech, Labiat en Blaswieg. Onana ziet hem in het zijnet ploffen. Schuurs. Een goede bal van Schuurs. Mazraoui. 4-5 mensen van Ajax zijn onderweg. Voorzitter van Mazraoui. Laat wel wat te wensen over. Martinez pikt de bal weer op. Schuurs. De positie gekozen. Inleveren bij Hakim Ziyech. Ziyech naar Van der Beek. Van der Beek, controle en Promes. Grote kans Ajax. Maar een mooie aanval. Mazraoui naar Labiat. Met de hak naar Ziyech. Tadic kiest positie. Het wordt Labiat opgevangen. Zij zet, daar zit er niks in. Labiat knokt zich terug in dat duel. Is er ook de baas in uiteindelijk. En dan het schot van Ziyech. Ajax dringt aan. Schuurs snijdt de Dessers pas af. Goede voortzetting. Hier is Dusan Tadic van de Beek. Weer veel Ajax ziet in beweging, maar ook veel Heraklide achter de bal. Dus begint het opnieuw bij Deli Blind.
niet helemaal opnieuw. Labiat, en dat prikt hij die bal voortreffelijk binnen. 2-0. Want het is niet gemakkelijk. Blind deelt nadrukkelijk in de feestvreugde. Want hij is de man van een fijne assist. Paasje met gevoel. Juiste moment. Geen buitenspel. Zat op één lijn. Labiat in de dropkick. Beheersing. En Blaswieg in de korte hoek gepasseerd. En zo is het 2-0. Oh, Dessers deelt nog even een beukje uit. Doorjaag op Onana. Blind is dat niet van gediend. Promes. Tekort. Interceptie van de Water. Kiyomizoglu. Merkel niet. Van de Beek. Ruimte opent zich. 4-2 als Labiat tempo houdt over de as van het veld. Ziyech even opgehouden. Ziyech naar natuurlijk Promes. Daar zijn ze weer. Ajax had 25 minuten nodig in deze wedstrijd om echt op gang te komen na die interlandonderbreking. Maar daarna is het wel gaan lopen. Bijna continu in balbezit. En voor de tweede keer de tandem Ziyech Promes die toeslaat in deze wedstrijd. Fijne bal weer van Hakim Ziyech. Tadic. Van de Beek. Ziyech, nou daar is nummer 3 in de maak. Echt volgens hetzelfde recept, keer op keer. Ziyech Promes. Tadic. Goeie bal van Tadic. Ziyech Promes zou kunnen. Geen buitenspel voor de goal. Labiat onder andere. Promes zou het ook zelf kunnen doen. Dit kan ook. Kans Martinez. Dest, soepel, Van de Beek. Zijn het. Breukers, Osman. Gewoon een hele slimme, goede speler is dat. Osman heeft ervoor gezorgd dat Mauro Junior er vandoor kan. Merkel sluit aan, Cibora sluit aan. Cibora bij de tweede paal staat Dessers helemaal vrij. Dat had Onana ook gezien. Zo komen er toch wat kansjes, serieuze kansen, voor Heracles. Moest hij toch even ingrijpen daar, Onana. Bijna valt die bal via de kluts nog binnen. Maar Schiers, 1,90, voorkomt dat. Dest. Marien. Dat is handig gedaan in de kleine ruimte. Van de Beek. Dest. Komt Ajax. In de slotfase nog een keer dreigend door. Hier is Tadic. Tadic. Dest overgeslagen. Quincy Promes. De doelpuntenmaker. Promes. In de kleine ruimte. En 4-0. Want zo gaat het toch vaak als Ajax in de wedstrijd speelt. Dan maken ze er over het algemeen 4. De vervanger van Mazraoui, Serginho Dest, die zijn goal meepakt in minuut 87. Daar ging het, ondanks de aanwezigheid van heel veel blauw in het 16 meter gebied van Heracles, ineens heel snel. Dest. Dest, ja, dat zag je een beetje gebeuren. Dan moet hij in achtervolging op Dessers, die sneller is dan je zou denken. Dessers voor de herentreffer, ja. Die heeft hij te pakken. Zijn 9 ook van het seizoen. Wat een fout van Dest gaat daaraan vooraf. Ja, wat is Dessers dan toch echt wel snel. Dessers troeft Dest af. En die staat toch ook bekend als zeer rap. Maar haalt hem niet meer in. Daar het eindsignaal van Dennis Higler. Heracles heeft echt gedaan wat het kon. Het reisde net als Utrecht 2 weken geleden als ploeg in vorm af naar de Johan Cruijff Arena. Maar had uiteindelijk had het elftal van Voormoed niets te vertellen.